is gemaakt door Harmon Frodo. Dus laten we een kijkje nemen naar de district van de enige echte Harm en Frodo. Yo kijkers, welkom bij een nieuwe aflevering op mijn kanaal. En in deze aflevering... Aflevering voor een video. Ik wil even volgen op Instagram, het kleine nootje. Het staat een spiegelbeeld, maar maakt niet uit. Hallo kijkers van Harm en Frodo en welkom in deze gloednieuwe vlog. Vandaag ga ik naar een verkiezingsmeeting van GroenLinks en jullie gaan nu zien hoe ik het vond. Spannend erin zijn, maar voor of tegen. Jullie gaan ook stukken zien van wat er gezegd wordt. En het is namelijk met Jesse Klaver, de leider van GroenLinks. Goedenavond allemaal. Het is inderdaad nog maar 9 dagen tot 21 maart en op die dag mogen jullie niet 1, maar 2 keer stemmen. Hebben jullie er zin in vanavond? Ja! Jij dan? Heel goed. Ik ook. Ik kwam hier zo aan vanavond. Het was wel een beetje schemerig, maar ik zag hier echt de hoek. Ik zag bij een lelijk gebouw. Lelijk! Gemeenten in Nederland zijn verantwoordelijk voor 30% van de totale CO2-uitstoot in Nederland. 30% per delen. Hallo kijkers van Harm en Frodo en welkom in deze gloednieuwe korte vlog. En het komt een beetje doordat alles hier verbouwd wordt, gewoon alles moet kapot. Vandaag ben ik weer een hele dag op school en net heb ik mijn Duits toets gehad. En verder, mocht je mijn vlogs nou leuk vinden, ik zeg het eigenlijk nooit. Nee, ik kan het niet zeggen. Nou, dat je je vinger hebt gesneden. Ja, heel leuk. Haha. Oké. PV. Even een dagje vloggen en mijn voorhoofd lijkt nu heel groter dat ik mijn haar echt recht naar achter heb gekamd. Ja, dat weet ik nou ook niet. We zijn nu klaar met het derde uur ik ben hier met Noah. Ja. Hallo kijkers van Harm en Frodo. Hallo kijkers van Harm en Frodo, welkom bij deze gloednieuwe vlog. Ik ben hier met Noah, ik ben hier met Bram en dit was onze vlog. Nee, grapje. Vandaag
morgen is mijn vakantie, voor mij tenminste, voor jullie al lang niet meer. We zijn nu aangekomen op de camping. En we zijn aangekomen bij de boomhut. En het is best een hele grote boomhut. Ik zal hem even aan jullie laten zien. We zijn nu aan het mountainbiken en ik heb hier deze fiets. En we hebben nu een heel cool parcours wat we aan het doen zijn. En we lopen alweer terug richting de boomhut. Naar TC in Frankrijk. Maar we zullen kijken en dan zie ik jullie allemaal. En daar zo zijn weer. We weer. We zitten nu sinds 5:00 ochtends in de bus. Gewoon een hele mooie sfeer is. En nu als je vanochtend dan uit bed stapt en je ziet dit uitzicht, dan is dat toch ook wel heel mooi. We zijn net naar de kerk geweest en we hebben gegeten. En dan zorg ik dat ik over een uurtje daar weer terug ben. Over hoe ik mijn parodie maak op My Heart Will Go On van Celine Dion. En hier hebben we de gitaar. Van Game Meneer mag je nooit wegknippen dat je een broodje aan het eten bent. Dus kijk, ik heb weer nu een hotdog. Heel erg bedankt voor het kijken naar deze videovlog. We zijn aangekomen bij de IKEA en het is hier redelijk druk, maar het is natuurlijk ook een grote winkel. Dus ik denk niet dat ik er al te veel last van heb. Shoutout naar alle mensen die altijd zo vloggen. Kijk, je kan het ontkennen, maar eigenlijk ben ik gewoon naast je missie. Bij vliegveld Soesterberg. Oké, ik heb een titel. Hallo kijkers van Harmen Frodo en welkom bij deze gloednieuwe vlog. Vandaag zijn we in het park van Soesterberg bij het Nationaal Militair Museum. En daar zijn we al eerder geweest, dus daar zie je nu een stukje van. Vandaag zijn we in Normandië. We zijn aangekomen in het oorlogsdorpje Saint-Mère-Église. Saint-Mère-Église staat bekend omdat in de oorlog bij een landing er een parasitist aan de kerktoren bleef hangen. Vandaag zijn we bij Pont du Hoc. Zoals jullie kunnen zien is het hier heerlijk rustig. Ik had toch wel iets meer rust verwacht eigenlijk. Hier zit een klein tankgat, dus laten we maar naar binnen gaan. Zo, ik ben nu ergens bij een ingang van een soort grot wat gemaakt is door een bunker die is ingestort. Vandaag zijn we weer ergens in een dorpje. Iedereen staat me weer raar aan te kijken van wat is die jongen aan het doen. Vlogdag in Frankrijk natuurlijk. We zijn vandaag bij Mont-Michel. Dat is een soort Minas Tirith, maar dan van deze tijd. Ik zal het eens even laten zien. Dat ziet er dus zo uit. Hallo kijkers van Harmen Frodo en Bodo. En welkom bij deze gloednieuwe vlog. Vandaag zijn we in het kasteel. Ik moet nog even een sfeershop maken. Hallo kijkers van The Kingdom Yennava. Of gewoon de nieuwe Harmen Frodo vlog. En welkom in deze gloednieuwe vlog.
Zo. Dit hierachter is dus de grote toegangsweg naar vesting Bortana. We zijn hier nu aangekomen op de tolbrug tussen Tiksa en Malino. We zijn hier aangekomen op het Hertog Timonenplein in Nieuw-Valmar. Wij hebben hier in beeld een goblin uit het kingdom Malino. Dat komt door opgravingen of bijvoorbeeld ontdekkingen van gebeurtenissen uit het verleden. Bijvoorbeeld de vondst van de Bitterritse Ergelwaka. En welkom bij deze gloednieuwe video. Maar dit is het beste wat ik ervan kan maken. Nou, prima toch? Er lopen hier veel honden en met mijn fiets mag ik hier ook eigenlijk niet komen. Het lijkt me vrij duidelijk dat Donald Trump hier zit. Niet voor niks loopt de CIA rond en staat hier de Air Force One. Zal ik daar naar binnen gaan en me voordoen als Sergeant Allen van de ground. The gravity pulls you straight down. Goedemorgen kijkers van Harme Frodo. Ik ben nu op de boot richting Ameland. In de afgelopen beelden ben ik aangekomen op Ameland. En... zo, dat was het plezier eigenlijk wel. Goedemorgen kijkers van Harm Frodo en wat een intro. Ik ben hier nu bij het hek van een van de bekendste inwoners van Ameland. Het enige nadeel aan opnemen in een waddeneiland. Daarom zijn bushokjes soms best nog wel handig. En nu ben ik opeens weer in het bos. Goedemorgen kijkers van Harme Frodo. Want ja, eilanden worden natuurlijk omringd door strand. Laten we op avontuur gaan. Eyes in the sky, gazing far into the night. I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's true, baby, let the light shine through. If you believe it's true, baby, won't you let the light shine through. We zijn nu aangekomen in Diemen. Daar is ook bij. Hallo. Ja, nou, Noah is terug in de vlogs. Noah gaat jullie even zijn levensverhaal vertellen. Ik kreeg aardappel. Kom op, daar kan je toch gewoon een antwoord op geven? Kom dan! Kom dan, nee, daar kan je toch gewoon een antwoord op geven? Het is nog een normale vraag, toch? Het is toch een normale vraag? Kom op, Noah, dat is toch een normale vraag? Heel erg bedankt voor het kijken naar deze video. Welkom in deze gloednieuwe vlog. En voordat ik het vergeet... eyes in the sky, gazing far into the night. I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it. Zo, gelukkig ja, normaal. We gaan echt een hele hoop toffe dingen vandaag doen. We gaan kranten lopen. We gaan naar de IKEA. Ik ga zelf koken. De kranten lopen is klaar, dus nu gaan we richting de IKEA. Zo, we zijn binnen in de IKEA. We zijn gemeend door de IKEA. Ik ben aangekomen bij de allereerste plek voor de district.
We zijn hier nu wel op een mooie plek, een mooi huis hier. Eigenlijk vind ik wel dat ik wel recht heb om hier in te breken. Omstanders zijn weg. En je zou wel heel dom zijn als je niet een eigen sluiproute weet in je geboorteplaats. Zo, we hebben hier nu genoeg opgenomen en nu gaan we weer naar de volgende locatie. Dit is nu de volgende plek waar we opnemen. Hier hoor je al wat meer van de snelweg. Ik fiets natuurlijk telkens met een jas aan. De vlog heeft nu al meer dan 42 filmpjes ongeveer en de diss-track natuurlijk. En vandaag gaan we opnieuw inbreken in een verlaten gebouw. Oké, ja. Het is allemaal helemaal niet zo heel spannend. We hebben net toestemming gekregen hier om rond te lopen van mensen die hier aan het slopen zijn. We zijn nu op weg naar school. We zijn nu op weg naar Bunschoten door de regen. De brug op Boerenland. We zijn aangekomen in Luik. Kruisboog. Een luik. Die is nep. Ook nep. We beklimmen nu de trappen midden in Luik. Waar in seizoen 9 is dat. De slotscène van Flikke Maastricht zich afspeelde. Zo, mooi uitzicht weer. Ik daag uit. Jetter, luxe leventje en klanten games. Kom boksen. Wow! We zijn nu op het modernste station van België. Dus hier hebben ze ook nog moderne stations dus. Eyes in the sky. Daar ben ik weer. Ik maakte de diss-track mijn eerste keer. En man, ik dacht, daar blijft het bij. Een diss-track over Manneker maken is geen groot karwei. Maar Manneker, wat doe je stoer? Je enige talent is Minecraft Parkour. Je wil een diss-track maken, maar vindt het te laat? Ik geef je gelijk, dat klopt inderdaad. Je geeft me geen kans tot overleggen. Dus in deze track zal ik de waarheid zeggen. Maar Manneker man, ik ben alweer terug. Dat is aardig snel. Je livestreams man zijn net kinderspel. Is het nou zo moeilijk om op YouTube een spel te spelen? Of kan de groei van je kanaal je maar weinig schelen? Hey, Noah lok je mij uit de tent, dat jij zegt Pibbek is bij mij al bekend. Maar al je praatjes, die vullen geen gaatjes. Je speelt in een circus en verloor de regie, dus vroeger had ik vertrouwen, dat valt te berouwen. Wat zat je te zeuren, je ziet al geen kleuren. Dit is het begin, je bent niet echt goed. Laat je uit voor een gevecht, maar dan wel voorgoed. Je bent goed in Fortnite, zeg je dat echt? Zelfs jongens als ik zie je al slecht. Zogenaamd goed in het Fortnite leven. Zeur niet, je gemiddelde kijker is 7. Schiet jij nou op mensen met één enkel schot? Ik maak jezelf van mijn schuldig. Gelukkig vind jij jezelf de man. Vloggen en dissen is wat iedereen kan. Want al je praatjes, die vullen geen gaatjes. Ik weet het beter en je bent slechts een meter. Dus stop nu met zeuren om views. Je bent niet de beste, verzin is wat niet. Een tijdje was ik 7, mijn leeftijd was oneven. Ik werkte veel en had het druk. Begon met YouTube, was geluk. Mijn eerste video was nou echt niet goed. Maar bleef doorgaan en heb je al begroet. Toen was ik 12 jaar, ik begon met vlogs. En velen vonden het raar. Ik bleef doorgaan, werd mijn baan. In YouTube maken altijd veel plezier. Mijn subs, dat ging van 1 naar 4. Elke maand een video, soms 2. Mijn kijkers gingen liken en werden abonnee. In je eentje keek niemand naar je kanaal. Jeet, daarom doen jullie het nu met z'n 3. I. En je weten jullie wat je kiest. Door al je kijkers word je gespiest. Een piepstem komt bij jou uit je hoofd. Niemand heeft ooit in jou geloofd. Klant in games, wat is dat voor naam? Verspeelt geld aan Minecraft, krijgt later geen baan. Je reageert op video's van hater. Met z'n 3 sla je enkel flaters.
Het is grappig om te zien dat je op DAD wilt lijken. Dagelijks games en een team, allebei met vier, dat is vergelijken. De slimme, de domme, de vader, het kind, ze horen erbij. Van deze content word ik echt niet blij. Dylan agressief, Gina depressief. Kijkers verdienen hun geld en je livestream is te dief. Jettertje aan de wand. Wie is die Belg uit Nederland? Met je zachte G, wat is je talent? Je bent niet te verstaan met je Vlaamse accent. DDG kan met 30 views komen. Jij niet, alleen in je dromen. Jetter de King, wie is hier de beste? Geef een high five en kijk wie er fleste. Met je kanaal, blik op de stoep. Kijk me recht aan, wat is dat voor troep? Is dit een strijd, wat ben je begonnen? Je bent niet meer waard als PewDiePie jongen. Extra views, dat is weer wat geld. Dan ben je de kroon op het slagveld. 182 weergaven op de top 5 vreselijkste mensen ooit. Maar jij staat er niet in, dus dat lijstje klopt nooit. Je krijgt heel veel dislikes, dat doet me genot. Dat kan je niet accepteren, je roept dislike bot. Gio heeft 1 miljoen abonnees, je krijgt er nog geen 2000, wat een feest. Ik keek naar je diss-track, rappen op de beat. Daarin zijn we hetzelfde, dat kunnen we niet. Reactievideo's wil niemand zien. Je bent 21, maar gedraag je als 10. Haten op armoede zou je vermoeden, dit was mijn diss-track. Doe David de groeten. In GameStop was niet eens je eigen kanaal. Je wilde gamen in je team, maar hij vond je niet speciaal. Toen koos voor DAD, jij had geen keus, dus jij ging naar DDG. Je dacht toen simpel, nu ben ik klaar. Als stagiair voor David is het niet zwaar. Zelfs David vond je een grapje als je lustte geen koffie, rond enkel sinaas. Een paar maanden later werd je populair. David dumpte je, je was geen stagiair. Ook veranderde je in Mindtopia, van de braafste inwoner naar de maffia. Heel je team vertrokken, Amnesia, Survival en GTA veranderden in een spel met blokken. De zon komt op, kom uit je bed. De tijd van het jaar. Kom op, ja, dit is geen test. Het schooljaar is voorbij. Roep je vrienden, ga erop uit. Beter wordt het niet. Jetterman, ik zet die diss-track af. Ik luister nog liever naar mijn hondsgeblaf. Je beledigt die YouTubers met meer subs dan jou. Alleen Jeremy reageert, de rest laat je staan in de kou. Niemand boeit die woorden uit je grote bek. Op YouTube doe je mee voor eieren en spek. Je kanaal is maar 5 keer zo groot. Je kanaal is best klein, we zijn lotgenoot. Jetter weet het beter, toch dis hij voor geen meter. Door je tracks heb ik problemen aan mijn gehoor. Je edits zijn goed, daar is die editor voor. Ik ben weer veel beter, jij bent niet de best. In je kanaalbeschrijving ben jij wie wegpest. Daar ben ik weer. Dit was 2018, het einde doet zeer. EO 2018 is klaar. Het begon naar mijn mening allemaal raar. 2018, niet alles ging slecht. Weten jullie van Elon Musk en zijn Tesla-raket? Hé man, mijn outfit was duur. We gingen met de hele klas naar Van Stalen naar Muur. Je moet het weten, 2018 ging zo. En de reis eindigde in Waterloo. Eind februari was ik al moe. Maar Milan Knol wilde dat ik dit doe. Zelfs schaatsen man was voor mij weggelegd. Maar heb ik echt de Olympische Spelen gezegd? Toen ging ik naar Rijnberg met mijn vrienden naar Duitsland. Daar begon met Noah, mijn vriendschappelijke band. April 2018, ik werd alweer braver. Ik ging naar een meet-up met Jesse Klaver. April 2018, ik schrok me rot. Alle flats werden gesloopt en alles ging kapot. Geschiedenis vloog, dat ging erg snel. Helaas was dat de laatste aflevering wel. 1 maand later was maart voltooid. Ik maakte een vlog over de grootste scheepsramp ooit. 2 weken later ging mijn kanaal om. Ik maakte een video met Lee, Jaren en Don. Toen kwam Frodo Power, dik in de flow. Abonneer op dit kanaal, mijn verhaal ging zo. Harme Frodo is niet van het faken. Een flat werd gesloopt, dus we moesten inbreken. Toen kwam de tijd, halverwege mij ongeveer. Ik maakte mijn diss-track de eerste keer. In 2018 gingen 60 mensen mee, want we gingen naar Frankrijk, naar Thaizee. Frodo Power was voorbij, dus dat doen we zo. School Power voorbij, dus een nieuw intro. Mijn haar was blauw geweest, dus tijd voor keer 2. Deze keer ging mijn haar in de kleur van rosé. Met al mijn vrienden had ik wel wat gemist. Daarom heb ik maar Lux Leventje gedist. Ik weet ook wel hoe Frodo Sember begon. Het had iets te maken met Game Meneer Dom. Virtualiteit wordt reality. Dat heb ik zelf ervaren in Normandie. De Noordkaap was 2017, een land vol met fjorden. In 2018 was ik gek geworden. De maken van mij zorgde wederom voor oproer. In Frodo-Sember ging ik op Jenava Tour. Subscribers eraf, subscribers erbij. Mijn kanaal werd groot. Op de Grebbelinie kwam ik in de nood.
Van geschiedenisvlog miste ik de editor. Toch ging ik on tour, daar ben ik voor. De 300ste video, makkelijk ging het niet. Maar ik had nooit verwacht dat ik de CIA had bespied. Ik heb bijna het heel het jaar gedaan en maar weinig gemist. Maar toch had ik ook nog een GameStop gewist. De herfstvakantie, waar kwam ik terecht? Waar was ik beland? Ik ben ingebroken in een bunker in Ameland. Ik heb een jettertje aan de wand. Ik heb een diss-track gemaakt over een Belg uit Zuid-Nederland. Het jaar was prachtig, het jaar ging vlug. Gelukkig was aan het einde zelfs Noah Sambrink terug. Noah, jij denkt dat je niet hoeft te reageren op mijn diss-track? Prima, dan heb je hier diss-track nummer 2. Mensen kijken mijn fits, wat ben je voor vent? Je bent de gamer die iedereen kent. Ik zal je zeggen, ik ben geen bedrieger. Ik hou van lopen en jij bent een vlieger. Laten we het niet hebben over het verleden. De laatste stream samen was 6 maanden geleden. Je weet ook dat er dankzij mij mensen naar je kijken. Maar je zou jouw aantal logins en mijn aantal kills moeten vergelijken. Dit is het begin, je bent niet echt goed. Laat je uit voor een gevecht, maar dan wel voor goed. Je bent goed in Fortnite, zeg je dat echt? Zelfs jongens als ik zie je al slecht. Zogenaamd goed in het Fortnite leven. Zorg niet, je gemiddelde kijker is 7. Schiet jij nou op mensen met 1 enkel schot? Ik maak jezelf gewoon een schuldig van. Hey allemaal, daar ben ik weer. Ik maakte een diss-track de enige keer. Tenminste, dat dacht ik van tevoren. Maar wat ik je nu vertel, moet je maar bij de oren horen. Noah deed zich slim voor en deed niet aan reageren. Dus nu ben ik terug om het tij weer te keren. Noah, jij vindt jezelf een redelijke vent. Je bent de enige die denkt dat je iets bent. Dit is het begin, je bent niet echt goed. Laat je uit voor een gevecht, maar dan wel voor goed. Je bent goed in Fortnite, zeg je dat echt? Zelfs jongens als ik zie je al slecht. Zogenaamd goed in het Fortnite leven. Zorg niet, je gemiddelde kijker is 7. Schiet jij nou op mensen met 1 enkel schot? Ik maak jezelf gewoon een schuldig van. Dit is het begin, dit is de komin. Ik de Manasse, jij Benjamin. Samen kunnen we verder komen, maar begin met reageren en stop met dromen. Een tweede track, dat had je niet verwacht. 14 kills in een potje, dat had ik niet gedacht. Ik keek naar je toe, keek op je neer. Ik stop deze speech voor deze enkele keer. Dit is het begin, je bent niet echt goed. Laat je uit voor een gevecht, maar dan wel voor goed. Je bent goed in Fortnite, zeg je dat echt? Zelfs jongens als ik zie je al slecht. Zogenaamd goed in het Fortnite leven. Zorg niet, je gemiddelde kijker is 7. Schiet jij nou op mensen met 1 enkel schot? Ik maak jezelf gewoon een schuldig van. Noah, jij denkt dat jij mij uit moet dagen? Prima, hier is mijn diss-track. Ken je Noah Lerum kennen als de Nederlandse ninja? Veel te goed en te verslaafd? Ja, Noah, je bent zwak begaafd. Vroeger dacht ik dat we vrienden waren. Maar je skipt me, dus ik zal dit klusje klaren. Ik ben niet dom, alleen jij bent gek. Je dis me, dus dit is je payback. Hey, Noah, lok je mij uit de tent? Dat jij zegt Pibik is bij mij al bekend. Maar al je praatjes, die vullen geen gaatjes. Je speelt in een circus en verloor de regie dus. Vroeger had ik vertrouwen, dat valt te berouwen. Wat zat je te zeuren, je ziet al geen kleuren. Je bent geen genie, denk aan mijn parodie. Je zat weer te zeuren over copyright, maar een liedje als dit, dat wordt niet gestrikt. Ik keek gisteren naar je kanaal, maar je kijkers, die zijn niet loyaal. 24 views in totaal, maar 22 op eentje, dat is niet egaal. Hey, Noah, lok je mij uit de tent? Dat jij zegt Pibik is bij mij al bekend. Maar al je praatjes, die vullen geen gaatjes. Je speelt in een circus en verloor de regie dus. Vroeger had ik vertrouwen, dat valt te berouwen. Wat zat je te zeuren, je ziet al geen kleuren. Ik loop de school weer in en kijk je aan. Tijd voor jou om weg te gaan. Je doet niets anders dan eten, maar leren voor toetsen, dat ben je vergeten. Mijn boodschap voor jou, ga terug naar het spel. Maar zeg ik iets, reageer dan niet fel. Maar voordat ik me te veel met jou bemoei, zeg ik de groeten en doei. Ze vragen mij nu voor een diss-track. Mijn reactie is alweer back. Deze man heeft 1000 abonnees, speelt maar Fortnite voor het vlees. Hij denkt hij is cool, maar dat is hij niet. Fortnite is het enkel wat hij ons biedt. Moet je horen wat ik zie? Content gestolen van Siri, winnen in Fortnite, dat doe je nooit. Je Minecraft kanaal is nu al voltooid. Jullie zijn bijna volwassen, maar gedragen zich als een kleuter. Geen face review, want hij ziet eruit als een peuter. In je eentje kijkt niemand naar je kanaal. Jeet, daarom doen jullie het nu met z'n 3. I. En je weten jullie wat je kiest. Door al je kijkers word je gespiest. Een piepstem komt bij jou uit je hoofd. Niemand heeft ooit in jou geloofd. Klant in games, wat is dat voor naam? Verspeelt geld aan Minecraft, krijgt later geen baan. Je reageert op video's van hater. Met z'n drieën sla je enkel flaters. Op YouTube doe je mee voor bonen en spek. Subs minder verdiend dan Jetter, hou dus je bek. Je voelt je als stoer met meer subs dan mij. Je bent populair voor haters als mij. Daag mij nog meer uit met je kop als een spruit. Je kanaal is nu aardig geklaard. Meer dan dit ben je niet waard. Je vindt jezelf de beste, ik hoop dat ze je pesten. 1000 abonnees zijn niet waard.
Ik stop nu al echt. Ik heb het verklaard. Bij weer een gloednieuwe video van Op de Bank bij Geschiedenisvlog. Vandaag gaan we het hebben over de Britannic. Het schip wat eindigde op een van de grootste scheepsrampen uit het begin van de 20e eeuw. De meeste mensen zal de naam van het schip de Britannic niet zo bekend voorkomen. Maar het schip was een van de zusterschepen van de Titanic. Er was steeds meer belangstelling voor een reis tussen Europa en Amerika. Ook wel de Atlantische route genoemd. Daarom werd door Bruce Ismay de White Star Line opgericht. Een organisatie met meerdere grote schepen die vooral bekend stonden om hun luxe. Terwijl er voor een paar dollar ook al een plek was in de derde klas. Er kwam al binnen een korte tijd een flinke druk op de White Star Line te liggen. Dat kwam door toerisme, emigratie en concurrentie. Het Verenigd Koninkrijk, waar de White Star Line was opgericht, was in een grote concurrentiestrijd met Duitsland. De White Star Line maakte daarom drie grote schepen. De Olympic, de Titanic en de Britannic, die de bijnaam Gigantic zou krijgen. Drie onzinkbare schepen. Dat was wat er gedacht werd. Maar de schepen waren niet zo onzinkbaar als gedacht. In 1912 zonk de Titanic, tot grote schok van de White Star Line. Daarom moest het schip de Britannic worden aangepast. Het schip werd opgedeeld in verschillende delen, die allemaal vol konden lopen en daarna afgesloten konden worden, zodat het schip gewoon door kon varen. Ook werden er dubbele hoeveelheden reddingsvesten en reddingsboten in het schip opgeborgen en er werden nieuwe nooduitgangen toegevoegd aan het schip. Hallo kijkers van Harmen Frodo en welkom bij deze nieuwe video. Het is woensdag, het is tijd voor de Viet Awards. Don. Don is ons makkertje met zijn blonde haar. Joh, kijk. Marije Suurveld of Bo denk ik dan. Ik ga gewoon voor Bo. Want hoefnagels, mijn makkertje hè. Van iedereen haat me, je weet wel. En welkom bij weer een gloednieuwe Iedereen haat mij. De Mu zegt, Golle, zij zijt allebei gewen twee verregins. Nou, ik heb even opgezocht wat verregins betekent. Dat betekent de maagd, de juffrouw. Nou, ik ben geen maagd, ik ben ram. Stuk TV ben ik gewoon... Ja, ik vind dat gewoon niet de mensen die dit moeten gaan winnen. Beste vlogger, nou die hoor ik eigenlijk te krijgen, maar de Belinga's, Don Gameneer, Don is geen vlogger. En zo Knol, is wel een vlogger, maar ja, nee, niet dat ik aan twijfel of hij een vlogger is of zo. Beste YouTube video, Ariana Grande, Thank You Next, Parody Sophie Oeschie, niet gezien. In 3 maanden onderbroekmodel wel gezien, maar vind ik eigenlijk... Een te oude video om nog echt populair te zijn. Dan heb je Calvijn met nee. Wat zal ik daarover zeggen? Ik ga toch geen award geven aan iemand die een diss track maakt over mij, hè? Het was een diss track naar iedereen. Dus indirect was die diss track ook over mij. Dus ik ga gewoon geen award geven naar... Ja, dat ga ik gewoon niet doen. Moeilijk, moeilijk, moeilijk. Stuk TV, ik mag jullie minder. Ik zie jullie niet in deze prijzen dat jullie hierbij horen. En Link van voor naar jachtseizoen, heeft Don gewoon verraden, hè? Link heeft gewoon gezegd dat lekker spelen beste gaming YouTuber moet worden. Maar dat moet Don Gameneer worden. Niet dus. Ze hebben gewoon een afgezant gestuurd. Niet eens de moeite genomen om te komen naar de show van Viet Awards. En daar gaan we natuurlijk geen award aan geven. Hallo kijkers van Harmen Frodo en welkom in deze gloednieuwe video. Ik heb namelijk al een paar video's van hem bekeken en hij heeft een vrij goed in elkaar gezet kanaal, dus... We can do this. Doe de 1 miljoen subscribers en de 20.000 likes wil ik. Minimaal. Nou, laten we maar gaan reageren. Yo, cool.
Tony. Welkom terug bij een nieuwe video. Zo leuk. Don heeft nu een reactie gemaakt op Milan Kool. Distrack. Wat nou als ik een reactie maak op Don die reageert op Milans distrack. En dan maakt iemand een reactievideo op Jeremy die reageert op Don die reageert op Milans distrack. Dat doe ik. Ik ga hierop reageren. Ik ook. Jetter, jetter, jetter. Wie denk je wel niet dat je bent, dat je al die grote YouTubers mag beledigen? Denk maar niet dat je dat recht hebt. Jetterman, ik zet die diss track af. Ik luister nog liever naar mijn honds geblaf. Je beledigt die YouTubers met meer subs dan jou. Alleen Jeremy reageert, de rest laat je staan in de kou. Niemand boeit die woorden uit je grote bek. Op YouTube doe je mee voor eieren en spek. Je kanaal is maar 5 keer zo groot. Je kanaal is best klein, we zijn lotgenoot. Jetter weet het beter, toch dis hij voor geen meter. Door je tracks heb ik problemen aan mijn gehoor. Je edits zijn goed, daar is die editor voor. Ik ben weer veel beter, jij bent die de best. In je kanaalbeschrijving ben jij wie wegpest. Je dis dus David, mijn beste vriend. Maar hij heeft nog steeds meer views, ik heb je gescreend. Jetter trouwens, wat is dat voor naam? Verspil please geen tijd, zoek maar een baan. Je bent veel beter, denk je dat echt? Wat ik eerder merk, je kanaal is slecht. Kom je vandaan, ben je een Belg? Fiets op je fiets, zonder een velg. Je bent een Belg, woon je in Gent? Dat is wel te horen aan je Vlaamse accent. Vroeger was je veel beter, zo goed als een beat. 2 jaar geleden uploadde je niet. Kijk naar je bril, ik zou hem afdoen. Neem dan maar een masker, net als Jeroen. Je vindt jezelf de beste, vandaar dat ze je pesten. Maar zonder vrienden aan je zijde, dit zie ik jullie beiden. Je distrack is gaar, mijn distrack is klaar. En Jetter, bedankt dat je kijkt. Abonneer op mij en doe zeker een like. Ik werkte veel en had het druk, begon met YouTube, was geluk. Mijn eerste video was nou echt niet goed, maar bleef doorgaan en heb je al begroet. Toen was ik 12 jaar, ik begon met vlogs en velen vonden het raar. Ik bleef doorgaan, werd mijn baan. In YouTube maken altijd veel plezier, mijn subs, dat ging van 1 naar 4. Elke maand een video, soms 2. Mijn kijkers gingen liken en werden abonnee. Toen kwam mijn vaste schema, samen gingen we vloggen en zelfs naar de IKEA. Toen begon ik met mijn streamkanaal. Het was die dagen, de vrijdag stond centraal. Van 2 naar 3 tot 4 keer 5 keer week. En verdubbelde de views toen je eventjes niet keek. Ja, we zijn nu al beland. Ja, dat is zeker fijn. Zeg tegen jullie allen, dit is het refrein. Ja, mijn YouTube en mijn vlogs, die staan sterker dan een rots. Maakt niet uit met wat ik doe, maak jullie toch wel moe. Nu doen jullie allen mee en mijn subs gaan sterker 2. Ik verf mijn haar en ben nu klaar. En toen werd ik 2 keer 7, mijn leeftijd werd weer even. Ik werkte meer en had het druk, ging verder met YouTube, dit was mijn geluk. Mijn 10e video was nou echt niet goed, maar ik bleef doorgaan en heb je al ontmoet. Straks word ik 2 keer 12. Ik ga door met vlogs en veel vinden het raar. Ik blijf doorgaan, het wordt mijn fulltime baan. In YouTube maken nog steeds veel plezier. Mijn subs, dat ging van 100 naar ongeveer keer 4. Elke dag een video, soms 2. Mijn kijkers gingen liken en werden abonnee. Toen kwam mijn nieuwe schema. Samen gingen we vloggen en zelfs naar de HEMA. Ga verder met mijn streamkanaal. Het was die dagen, elke dag stond weer centraal. Van 12 tot 13 video's per week. Verdubbelde de views, we zijn al beland. Ja, dat is zeker fijn. Zeg tegen jullie, dit is het refrein. Ja, mijn YouTube en mijn vlogs, die staan sterker dan mijn rots. Maakt niet uit met wat ik doe, maak jullie toch wel moe. Nu doen jullie allen mee en mijn subs gaan snel keer 2. Ik verf mijn haar en ben nu klaar. We zijn nu al beland. Ja, dat is zeker fijn. Zeg tegen jullie, dit is het refrein. Ja, mijn YouTube en mijn vlogs, die staan sterker dan mijn rots. Maakt niet uit met wat ik doe, maak jullie toch wel moe. Nu doen jullie allen mee en mijn subs gaan snel keer 2. Ik verf mijn haar en ben nu klaar. Een GameStad. Het kindvriendelijke YouTube-kanaal. Ze denken dat ze alles kunnen maken. Maar dat dacht ik niet. It's
Marnik de kindervriend, 150 subs heb je echt niet verdiend. Wat doe je ook weer op je kanaal? Oh ja, Mantopia stond centraal. Marnik volwassenen, doe eens wat slims. Mantopia is een pay-to-win versie van The Sims. Vroeger was je slim, toen deed je nog Kingdom. Dat leverde veel views, maar jij vond het stom. In GameStop was niet eens je eigen kanaal. Je wilde gamen in je team, maar hij vond je niet speciaal. Toen koos voor DAD, jij had geen keus, dus jij ging naar DDG. Je dacht nog simpel, nu ben ik klaar. Als stagiair van David is het niet zwaar. Zelfs David vond je een grapje als je lustte geen koffie, rond en casino. Een paar maanden later werd je populair. David dumpte je, je was geen stagiair. Ook veranderde je in Mindopia. Van de braafste inwoner naar de maffia. Heel je team vertrokken. Amnesia, Survival en GTA veranderden in een spel met blokken. Minecraft is het enige wat je nu nog speelt. En ook Save the World, zodat je je niet verviel. Soms vanuit Aliba, later werd het een trend. 4 jaar geleden was je talent. Al je talenten en je kennis heb je nu verspild. Je moet wel Fortnite spelen, al had je het niet gewild. En wie zijn de nieuwelingen in je team? Een paar kleine YouTubers of blijft dat anoniem? En nu is het duidelijk dat je wel iets kan. Al was je kanaal nooit zo goed zonder Stefan. Nieuw talent is nu wel te horen, maar zonder inbreng van Potgrond had je kanaal alleen maar subs verloren. Ook door inbreng van Kevin en Dante is je kanaal niet flink gegroeid. Dus ik begrijp niet waar jij je mee bemoeit. Later pas werd het subliem. Je bent niet bekend om jezelf, maar om je team. Toch was er iets wat we bijna weer vergaten. Het waren Rick en Remco die je toch verlaten. Sla nou toch geen koppen op spijkers. De helft van je liedjes zijn geschreven door kijkers. Ik zie het wel, je doet wel je best. Toch ben je het zelf die het verpest. 6 jaar geleden was Kingdom the shit. David nodigde je uit en snel werd je lid. Zelfs koning van Medusa bleef niet lang. Nu is het Stefan, die is niet bang. Ook al ben je raar, ik ben wel weer klaar. Dus wees niet meer blij met Stefan erbij. Eén ding moet je weten, je moet je team nooit vergeten. Zonder je team was je er nooit geweest. Nu geef ik een shout-out naar je abonnees. You straight down. Earth from a bird's eye view. You should grow feathers and see this too. But gravity pulls.